Schip ahoy, piraatjes. Het was een echt winterweertje. Weet je, jongen, het is toch ongelooflijk hoe het weer plots kan veranderen. Ja, gisteren was het nog heerlijk warm en nu is het plots perenkoud. Oh, dat... Wat is dat? Het lijkt wel of een muis ergens zit aan te knagen. Sst, het komt uit die kist. Weet je... Steven! Haha, Steven is in de kist gekropen om het warm te krijgen. Maar Steven, jongen, dat helpt toch helemaal niet? Vooruit, kom uit de kist. Ah, Stientje, hoe is het buiten? Oh, het is toch kouder dan hier binnen. Oeh, ik hield het niet meer uit. We moeten een manier vinden om het hier warmer te krijgen, hè? De Eskimo's en piraten gaan altijd in hun iglo's zitten. Ja, de scheve schuit heeft geen iglo, hè, Stien? Ja, maar met al die sneeuw op het dek zouden we er best in kunnen maken. Hé... Hey. Dat is helemaal geen slecht idee, Steen. Maatjes, aan de slag. Ai, ai, okay, piraat! En zo gingen onze vrienden aan de slag. Ja, maatjes. Lukt het? Ja, ja, piraat. Dit is de laatste blok, kapitein. Oh, dat is goed, Berend. Dan zullen we daarmee een iglo moeten bouwen, hè, jongen? En zo bouwden onze vrienden een iglo... die na een uurtje klaar was. Laten we snel de iglo ingaan, zodat we het warm krijgen. Piraat, ik denk niet dat we daar met z'n allen in kunnen. Nee, nee, inderdaad, Stien. Er zal iemand buiten moeten blijven. Maar... Huh? Nee, 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 nee. We gaan strootje trek doen. Oh. Niet veel later. Oké, iedereen mag één strootje trekken. Oh, Steven moet buiten blijven. Ja, jongen, jij kan niet mee in de iglo. En zo gingen de piraten in de iglo zitten, behalve Steven. Oh, wat is het hier lekker warm. Ja, dat was een goed idee van jou, Stientje. En stil? Ja, wacht. Steven, jongen, ik heb een idee. Loop eens wat rondjes rond de iglo, dan krijg je het lekker warm. Hij liep rondjes en rondjes. Tot hij uitgeput was. Steven, jongen, wij hebben een manier gevonden waardoor ook jij het warm zult krijgen. Hier is een boek over warme eilanden. Als je daarin leest, dan krijg je het vast en zeker warm. Dag, Steven. En zo probeerde Steven het warm te krijgen, maar het lukte niet echt. En Steven, jongen, heb je het al een beetje warm? Ja, jammer. Wij gaan slapen. Dag, Steven. Toen kreeg Steven een idee. En niet veel later... Steven heeft een kist naast de iglo gezet. Ah, Steven gaat in de kist slapen. Oh, dan heeft Stil ook een iglo. Maar dan eentje van hout. Slaap lekker, Steven. Berend hoopt maar dat Steven het ook warm heeft. En zo gingen de piraten slapen. 3 in de iglo en eentje in de kist. De volgende ochtend werd Steven wakker. Ja, hij had toch goed geslapen. Maar Steven schrok wel even toen hij merkte dat het weer warm was. De kou was weer weg. Leuk! Maar, hè? Daar lagen de anderen in een plas water. Steven. Steven? Alle vriendinnen zijn er nog aan toe! 1000 borden brokken pan!
kamp. Wat krijgen we nu? Het is warm weer. Waar is de iglo? Berend, die is gesmolten, hè? Domme kok. En zo was de ijstijd weer voorbij. De scheve schuit koos het ruime sop op weg naar een volgend avontuur. Schip ahoy, piraatjes.